Hij gaat over aanlegspecificaties voor toplagen en zaadmengsels. Ik dacht al, dat past veel beter bij jullie. Ja, dank je. Nou, kort voorstellen. Jaap Ronsveld, specialist waterkeringen bij Waterschap Rivierenland. En zoals iemand mij vanmorgen aansprak, emeritus grasregisseur. Want dit is de heersende. Ja, Peter Bonen, Waterschap Vlei en Veluwe. En inderdaad, huidige grasregisseur. Ik heb het stokje van Jaap overgenomen. Dus dat is mijn rol hier. Ik geef het woord aan Jaap, die doet het eerste deel van de presentatie. En daarna zetten we jullie vooral aan het werk, is het idee. Ja, voor mensen die van time management houden. We hebben ongeveer vier blokken van ongeveer 10 minuten. De eerste 10 minuten is de aftrap hier centraal. Dan krijgen we 2 rondes workshop waarin je zelf aan het werk gezet wordt van 10 minuten. En dan hebben we aan het eind de oprol in goed Nederlands of wrap-up in het Engels weer centraal. En als we uit de tijd lopen, dan is Miron degene die ons corrigeert. Ja, waar gaat het om? Vanmiddag gaan we het hebben over de aanleg van de grasbekleding. En uiteraard, daar stel je eisen aan als opdrachtgever. Je wilt iets hebben uiteindelijk. Nou, deze 4 blokjes komen voorbij. Maar eerst de vraag aan jullie. Wat is de overeenkomst in deze grasbekledingen? Even hard, want die deuren. Allebei gras. Allebei gras. Soortrijk en minder soortrijk. Dit is het verschil. Het verschil is soortrijk en minder soortrijk. Dicht, absoluut. Nou, ik wist niet dat er zoveel overeenkomsten waren, maar wat ik zocht was, het kan allebei het doel zijn van de waterkeringbeheerder. En het ene is niet goed en het andere is niet fout, maar een waterkeringbeheerder kan een bepaalde visie hebben op zijn grasbekleding, voordat hij gaat beheren natuurlijk. Dus waar het om gaat, wij gaan er overigens vanmiddag vanuit dat je enige kennis hebt over gras en grasbeheer. Dus we walsen wel over een aantal begrippen heen. Toch van tevoren kort een aantal statements. Iemand die dus grasbekleding beheert, die heeft een visie nodig op de functie. De linkerfoto was misschien meer agrarisch. De rechterfoto had misschien meer biodivers in zijn functie zitten. Wat uitmondt in een doel- of streefbeeld. Daar heb je een strategie voor nodig. Want iedereen begint met een stukje klei en wil dan na verloop van tijd daar een bepaalde grasbekleding hebben. En daarna laat je daar natuurlijk een onderhoudsstrategie op los. Zijn hier woorden tussen waarvan iemand van jullie zegt, Jaap, waar heb je het over? En er is maar één domme vraag, dat is de vraag die je niet stelt. Dus wat ik net al zei, iedereen begint met een stukje kale klei bij een versterking. Want vanmiddag gaan we er dus vanuit, je hebt een HWBP of een ander project voor je kiezen. En dat kan er dan in april zo bij liggen. Rechts gewoon een maagdelijke waterkering in klei opgeleverd, de onderlaag. En hier rechts zie je op het toekomstige onderhoudspad de oude toplaag die is afgestroopt en die ze daar in een tussendepot hebben gezet om later weer terug te brengen op de dijk. Als je dat op de onderhoudsstrook doet, scheelt je kilometers sjouwen als je het dus niet in een centraal depot zet. Welke eisen stel je aan de toplagen? En hier heb ik geen goed antwoord van tevoren. En welke eisen stel je aan een inzaaimengsel? Roep maar weer eens wat. Toplaag. Toplaag bedoel ik het granulaire. De granulaire toplaag. Uiteindelijk heb je gelijk, de grasmat moet gesloten zijn. Niet te vet. Niet te vet. Ja, dus dat is zavelig bijvoorbeeld. Ja, heel goed. Homogeen met de basis van onderlaag van de klei. Ja, geen harde grenzen bedoel je erin. Ja, heel goed. Voldoende organische stof. Bijvoorbeeld. Homogeen aan zich als materiaal. Ja. Laag zoutgehalte. Moeten wij nog verder met de workshop, Peter? mooie reacties, toch? Oké, nou, ze gaan straks allemaal terugkomen. Het inzaaimengsel, wat voor eisen stel je daar aan? Inheems, wat werd daar geroepen? Briljant, Herbert. Jij hebt opgelet. Ja, dat klopt. Gevarieerd werd hier gezegd vanwege de verschillende worteltjes en zo. Erik. Erik is van Future Dykes, hè? Die denkt in de toekomst. Liefst zo snel mogelijk erosiebestendigheid. Vastigheid. Ja, wat, hoe zei je? Vastigheid. Nou. Ik ben onder de indruk. Ik vraag me echt af wat we de rest van de middag gaan doen.
Of jullie hebben deze allemaal al zitten lezen in het verleden. Maar op de handreiking grasbekleding bij het minuutje aanleg heb je de programma van eisen. En daar gaan we vanmiddag mee aan de gang. Ik rouse even door een aantal sheets heen, omdat ik daarvan uitga dat dat wel algemeen bekend is. De onderlaag is voor de grasbekleding wat minder interessant, dus daar stappen we overheen. De toplaag heeft een aantal eisen waar we vanmiddag in de workshop mee aan de gang gaan. Een grasmat met de zodenkwaliteit gesloten, zoals al werd gezegd. Dat is uiteindelijk wat je moet bereiken. Je moet een homogene opbouw hebben, niet alleen in je substraten, maar ook in je vegetatie. Dus die toplaag moet goede startcondities bieden. En we gaan ervan uit dat als je een toplaag hebt van ongeveer 20 tot 60 centimeter, dat er dan ook een goede vochtbalans is om zo'n grasbekleding op te ontwikkelen. Zitten hier noviteiten tussen? Het WBI, dat is het wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017, die voorschrijft dat je een gesloten of open vegetatie op je dijk moet hebben. Dat is de APK-keuring van de dijk, die je één keer in de zoveel tijd moet verantwoorden. Dan krijg ik de microfoon. Want hiermee gaan we jullie aan het werk zetten. Ja, het liet al zien hè, op de handreiking. Er zijn een aantal mensen die hebben nagedacht over die eisen die we zouden moeten stellen of zouden willen stellen aan toplagen. En waar wij benieuwd naar zijn, we hebben 3 tafels gemaakt. Achterin 2, eigenlijk waar de papieren op liggen, kun je straks vinden. Dan willen we eigenlijk in ieder geval 2 keer een roulatie. 1 keer rouleren, dus dat je 2 tafels gaat bekijken. Daarmee heb je 2 van de 3 onderwerpen te pakken. En de derde moet je dan maar van de terugkoppeling meenemen. We hebben 3 onderwerpen. De samenstelling van de toplaag is bij 1 tafel. Uit mijn hoofd die waar Matthijs bij zit. We hebben het inzaaien aan zich. Dat is meer een werkopdracht. En we hebben als laatste het hergebruik van de toplaag. Die ligt op die ronde tafel daar. Zometeen gaan jullie een tafel zoeken. Probeer je een beetje evenredig te verdelen over de tafels. Dat je ook inbreng kunt hebben. En dat je er wat van opsteekt. Daar liggen een aantal stellingen. Een aantal van de eisen die wij geformuleerd hebben. Lees die. Bediscussieer met je groepje of wat daar staat. Of dat A begrijpelijk is. Of het B bruikbaar is. En of je eventueel wat mist. Dat is denk ik het belangrijkste. Is het herkenbaar? Kun je daarmee uit de voeten als beheerder? En altijd met in het achterhoofd. We hebben die nieuwe dijk die aangelegd gaat worden. Of net aangelegd is. En waaraan zou die moeten voldoen om die bekleding snel goed te krijgen? Dat zoals gezegd de opdracht. Jaap en ik lopen rond. Voor elke opdracht krijg je 10 minuten. Daarna roepen wij wel eventjes changé of iets in die richting. Dan zoek je een volgende tafel uit met je groepje. Probeer dan het groepje hetzelfde te houden als daarvoor. Dat is denk ik het makkelijkst. En aan het eind dan roepen we jullie bij elkaar. En dan gaan we het gesprek aan om te kijken wat de antwoorden zijn. Wat jullie bevindingen zijn bij die verschillende opdrachten. Is dat helder voor deze en gene? Of graag je hand opsteken als er iets onduidelijk is? Nee? Dan geef ik Jaap nog even het woord, want hij heeft nog een aantal sheets. En zal die heel kort even doorlopen wat jullie straks ook op de tafels terug kunnen vinden. Dus mocht er dat iets te snel gaan, dan vind je ze in tekst ook nog op de tafel liggen. Ja, over iets te snel gaan. Mijn teamleider zegt wel eens dat ik wat rustiger aan moet doen. Dus dan. Op de tafels liggen sheets met deze teksten. Ik laat ze even centraal passeren. Dat als er al een centrale vraag over is, dan kunnen we die hier stellen. Dus het groepje wat in de eerste roulatie aan de gang gaat met samenstelling van de toplaag, ziet onder andere deze eisen op een rijtje staan. En je ziet er een aantal terugkomen die jullie er net al riepen. Nu hebben we ook kleurtjes gebruikt. En nu ga ik geen grapje maken. Mensen die moeite hebben met kleuren onderscheiden. Je ziet hier een roze tekst. Daar hoort dit percentage bij en deze eis. En je ziet hier een groene tekst waar dit percentage en de meest rechter tekst bij past. De andere eisen zijn generiek voor zowel lichtagrarisch als voor een soort meer soortenrijke samenstelling. Is de opbouw van de sheet helder? Ja. Oké, inhoudelijk komt zo meteen. Uiteindelijk, wat minder te bepalen is misschien vooraf, of waar je misschien iets minder invloed hebt vooraf, dat is het stikstof, kalium en fosfaatgehalte. Dat moet je natuurlijk altijd nog met een nader onderzoek aantonen op een gegeven moment. Dit is spannend. Het was de verkeerde knop.
De aansluiting op de onderliggende toplaag, op de onderliggende laag, Geert. Geert is het toch, hè? Ja. Geert-Jan, sorry. Die werd al genoemd, dus daar worden ook al opmerkingen over gemaakt. En het zaaibed, dus waar uiteindelijk de kostbare zaadjes in terechtkomen. Ik heb hier een bakje Chinees van een paar honderd euro. Waarin een kruidenrijk mengsel zit, inheems, vrij van pesticiden en dat soort ongein. Dus die dure zaadjes leg je in een toplaagje. En dan dat mengsel. Ja, daar moet je dus als beheerder een visie op hebben. Welk mengsel schrijf je voor aan de opdrachtnemer? Dan de tweede tafel. Het inzaaien. Tegenwoordig kun je op de handreiking uit vier mengsels kiezen. Het traditionele D1 weidemengsel, D2 hooilandmengsel. Maar Cyril heeft een onderzoek gedaan, honderden vakken heeft hij geanalyseerd en soorten uitgedestilleerd waarvan hij zegt, die doen het op de meeste dijken ook wel aardig goed. Dus dan kun je een uitgebreidere grasverzameling inzaaien, dijkenbasis gras, of een kruidenmengsel aan toevoegen, dijkenbasis kruiden. Dus zometeen ga je aan de gang en kun je hieruit kiezen welk mengsel je wil gaan gebruiken. Yes. Ja, de vraag is, is dit inheems of lokaal inheems? Want in Noord-Holland en Limburg heb je natuurlijk weer allerlei variëteiten van grassen en kruiden. Dat klopt. De leveranciers leveren natuurlijk een mengsel wat gewoon overal in Nederland hetzelfde geleverd wordt. Als je heel lokaal mengsel wil hebben, moet je waarschijnlijk zelf aan het inwinnen gaan. Dat klopt, ja, uiteraard. Ja. Dit is een mengsel wat door Kruidhoek bijvoorbeeld gewoon standaard geleverd wordt. Maar als je zegt, ik wil er soorten uit hebben en andere in een grotere rijkdom toevoegen, dat kan. Ja. Dus, en ja. En, ja. Nou, eisen aan het zaad. Niet verontreinigd met insecticiden en de neonicotinoïden. Zeg ik het goed, Hans? Ja, heel goed. En dit is voor het meer agrarische mengsel. Hè. Dit is een Friesland eis die ze in hun bestek hebben staan. De opdracht die jullie krijgen. Oké, je krijgt zo'n dijk opgeleverd. Moet je je voorstellen dat dit de toplaag is die de aannemer achterlaat. En hij vraagt jullie, geef maar mijn inzaaistrategie aan. En die vraag gaan we jullie voorleggen. Hoe ga je hier met die mengsels die je net zag de dijk inzaaien? Waar pas je wat toe? In welke dichtheden? En dit is de sheet over de hergebruik van de toplaag. Nou, daar staan denk ik geen onduidelijkheden in. Dat is vrij uitgebreid opgesomd. Dus dit zijn de sheets waarmee jullie aan de gang gaan. Peter. Kies je tafel van voorkeur en als dat daar al heel druk is en andere tafel wat minder, dan vraag ik jullie om even een andere tafel te zoeken. Dus bij deze, kom in de benen. Dan hebben we 2 keer 10 minuten workshop. Ga je met elkaar bediscussiëren hoe, wie en wat. En wij lopen rond, dus als er vragen zijn, schiet Jaap of mij eventjes aan. Nou mensen, ik hoor net, we hebben 6 minuten voor de wrap-up. Dus dat wordt even in zoverre een hele snelle. Misschien even handen opsteken. Vonden jullie dit nuttig? Leek dit ergens op? Wie vond het nuttig? Oh, dat is toch wel een behoorlijk goede score. Waren de discussies klaar? Nee. Nou ja, die indruk kreeg ik ook al. Volgens mij valt hier veel meer over te zeggen. Ik ben dus ook wel heel benieuwd naar wat jullie opgeschreven hebben. Dat gaan we uiteraard eventjes bekijken of dat duidelijk is voor ons, of wij daar chocola van kunnen maken. Is er iemand die een korte toelichting wil geven over de discussie in zijn of haar groepje en waar dat over ging? Wat waren de belangrijkste punten? Iemand? Want dan krijgt hij een microfoon. Uiteraard, André wel. Nou, wij vroegen ons af, in ieder geval ik, waar zit rek in wat de handreiking voorschrijft? Ging over toe te passen grond voor de toplaag. Waar zit rek? Wat is de rek? Wat kun je daarmee doen? Gebiedseigen materiaal, duurzaamheid, en daar hebben wij het over gehad. Kort genoeg, Peter? Ja, dit was super.
herkenbaar, denk ik, hè, voor dat groepje. De discussie in het groepje daarvoor, als het ging over dat hergebruik, zat dat in dezelfde orde van grootte? Of ging dat een hele andere kant uit? Hier wordt iets geroepen. Jij niet? Nou, er was iemand bij, die had over zuuring, dus ik weet niet waar die is. Oké. Okay. Ah, natuurlijk. Geert-Jan en de zuuring. Vertel, Geert-Jan. Toch, nou ja, hè, ook. Ja, je ziet met het gebiedseigen materiaalpark. Zeker met de aanleg van de nieuwe dijk. Dan pak je uit de omgeving het materiaal. Dus, en de riddenzuuring is daar het grootste probleem van. Want al het zaad wat in de grond ligt, dat krijg je dus aan de oppervlakte. Je vreest het door, je maakt het, geeft hem de ruimte. Dus en dan zit je stik onder de zuur. Ja. En dat is wel een probleem. Misschien ook, hè, het hergebruik van materiaal. Oh, hier een toevoeging op. Maar dat ook nog heel even kort over het terugzetten van dezelfde, in dezelfde groeiseizoen. Dat dat niet altijd realistisch is. Niet haalbaar is. Helder. Dat het haalbaar is, maar de praktijk is misschien net anders. Ja. Oké, okay, is zeker een heel belangrijk aandachtspunt. Hè? Het staat er niet voor niks. Hoe langer je materiaal in depot laat liggen, hoe slechter dat zaad is, de kwaliteit van het zaad is. Ander aspect, ik weet niet of dat in jullie groepje ook voorkwam, was dat je op zo'n depot ook vanzelf weer groeiend materiaal krijgt. En dat zijn nou ook niet altijd de soorten die je hebben wil misschien. Herbert. Ja, waar wij het nog over gehad hebben, is ook, als je dit zo leest, deze eisen, is van de inzet en de betrokkenheid van de dijkbeheerder vroegtijdig aan een project is essentieel. Wil je dit laten slagen? Dus eigenlijk ook in het verlengde daarvan, weet wat voor materiaal het is, wat er groeit, wil je dat hebben? Vertaling juist? Oké, okay, we gaan door naar, want we hebben er drie groepjes, dus sorry Robert. Nog 3 minuten? Oh, dat wordt heel kort. Als we kijken naar het eerste deel wat daar lag. Hebben we andere sheets? Even kijken hoor. Oh, nou, ik kan uit de chaos hier de zapper niet meer vinden. We hadden hergebruik toplaag hebben we nu gehad. De andere was die eisen aan de toplaag. Is er iemand die daar bevindingen in heeft? Ja, nee, niemand? Waren de eisen duidelijk zoals ze er stonden? Mooi. Weer daar. Nou, ze waren duidelijk. Het enige wat wij daarin nog wel misten is de specifieke locatieomstandigheden. Het staat nu heel netjes zo in een lijstje van waar je dan zeg maar aan kan houden. Hè. Neem aan dat dit ook een richtlijn is. Maar het is ook heel belangrijk te weten van in welke locatie in Nederland is dit. En schaduwrijk, omstandigheden van ondergrond, nou, et cetera, et cetera. En waar je graag nog ook een punt gehad van let ook op de omstandigheden. Ja, oké. Okay. Dus de toevoeging, kijk waar je dit exact toe gaat passen. In jullie beleving, is dat dan juist de keuze die je hierin te maken hebt? Zit daar dus verschil in lutumgehalte, in samenstelling van je toplaag? Afhankelijk of het schaduw is of niet, of het in Noord-Nederland ligt of in Zuid? Nou, het ging maar niet 1, 2, 3, of het ging ons niet 1, 2, 3 om het lutumgehalte, maar het ging maar meer om dat je al deze parameters afstemt op de lokale omgeving. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld in IJmuiden er anders naar kijkt als bijvoorbeeld in Zuid-Limburg. Ja, dus omgevingsfactoren. Ja, oké. Okay. Robert had een toevoeging, denk ik, of niet? In ons groepje zat vooral de discussie even over de keuze tussen licht agrarische doelstelling of soortrijke vegetatie. En daar werd eigenlijk bij gezegd van als je naar een soortrijke vegetatie zou willen, om toch eerst de licht agrarische doelstelling erop te zetten, zodat je je ontwikkelbeheer goed kunt doen en ook niet al allerlei bloemetjes erin hebt zitten die dan afgemaaid worden, waardoor je weerstand creëert in het gebied. Hè? Want als er iets op staat, dan heb je meteen bultstront. Maar eerst zorgen voor een dichte grasmat en weer een veilige dijk. En daarna zorgen voor die soortrijke vegetatie. Deze discussie klinkt... Ik ga door naar een ander onderwerp. Deze discussie klinkt inderdaad heel bekend. Misschien dat de inzaai mensen die daarover nagedacht hebben, dat die hier ook tegenaan gelopen zijn. Zitten wij op de tijd, Miron? Hebben we nog één korte... Eén hele korte. De mensen die een zaaiplannetje gemaakt hebben. Waar liepen jullie tegenaan? Wat was de belangrijkste ingrediënt waarop je je plan hebt gebaseerd? Wie durft dat, wil dat toelichten? Nou, wij kwamen vooral tot de conclusie om niet dat hele vak in te gaan zaaien. Maar een deel bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in talud, dat je daar wat gaat inzaaien op de juiste kant. Omdat de mengsels duur zijn
En dan kun je met je beheer kun je er wel voor zorgen dat die zaden zich gaan verspreiden over het hele perceel. Super. Je hebt mooi opgelet bij de cursus biodiversiteit op Keringen, hoor. Heel goed, heel goed. En wie hem gemist heeft. Ja. 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 Nou, ik hoor een heleboel goede ingrediënten terug. En wat ik het belangrijkste vind van wat ik jullie heb zien doen, horen doen vooral, is dat je met elkaar van gedachten wisselt. En we hebben die voorzet staan. Hij staat op de handreiking. Kijk daar gerust thuis dus nog eens naar. En voer diezelfde discussie binnen je eigen organisatie ook maar eens. Welke keuzes maak je? En zeker als je aan de voorkant staat van een dijkverbetering, hebben we hopelijk hier een aantal ingrediënten. En met jullie op- en aanmerkingen kunnen we die hopelijk ook nog een stukje verder brengen. Die bijvoorbeeld voor de basisspecificatie dijken kan dienen. Dat is een soort document waar eigenlijk allerlei eisen voor waterkeringen en vooral de aanleg van waterkeringen in verzameld zijn. Project Heel, nee, organisatie Heel. Heel.nl.nu, daar kun je die op terugvinden. En op de handreiking vind je dus deze eisen terug. In de hoop dat jullie daar af en toe eens op teruggrijpen en kijken of je die binnen je eigen organisatie kunt gebruiken voor verbetering van je dijkverbeteringen. Dank voor jullie aandacht. En als er dingen erna zitten zijn, horen wij die wel, toch?